Arjen? Ja? Deze camera is stuk. Ja, ik hoorde het. Hij is heel wobbly. Altijd als ik iets film en ik hou hem niet goed stil, en dat is eigenlijk altijd, dan gebeurt er dit. En mensen worden daar misselijk van. Ik krijg daar comments over, zoals deze comment. Ja, dat komt. Vroeger, was hij, toen hij nog niet stuk was, had hij een automatische stabilisator erin. En ja, die is stuk. Dus nu is het veel minder leuk om naar te kijken. Maar ik wou dus alleen maar even zeggen dat ik een nieuwe camera heb gekocht. Maar dat moet je tegen die meneer zeggen van die comment. Want kijk, zoals je in de comment kan lezen, moet hij nu de hele vlog in kleine stukjes kijken, omdat hij het anders niet meer aan kan. Maar dus, dan breekt toch je hart. Ja, dat is heel verdrietig. En waarschijnlijk dat ik nu zeg dat ik een nieuwe camera heb gekocht, dat hoort hij dan pas weer morgen. In het volgende stukje. Ja, precies. Want dit, nou, al pas in juni. Misschien kan hij maar 20 seconden per week. Oké, maar dan doe ik voor de zekerheid dit gesprek aan het begin van de vlog. Dat is goed. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Ja. En die is er pas op donderdag aan het einde van de dag. Dus deze hele vlog is helaas nog een beetje wiebelig. Dus hou vol. Meneer. Dus hou vol, vooral deze meneer van deze comment. Ja. Maar het komt goed, vanaf volgende week. Ja. Groetjes, Martine en... Arjen Seasick Lubach. Nieuwe week. Jij zit heel erg onderuit. Ja, klopt. Maar daardoor lijk ik een reus. Ja. Oké. Okay. Poeh. Poeh. Een hele week voor de boeg. Welke week heb je het nu over? Aanstaande maandag. Ja, ik ben nu in de war. We nemen dit op donderdag. 16 februari. En we doen alsof het... 20ste. 20 februari is. Ja. Poeh, een hele week voor ons. Nee. Oh. Het is 20 februari. Poeh, poeh. Poeh. Maar God, nog hoe maar verklaar maandag. Ik dan dat ik nu iets anders aan heb dan in de rest van de shots? Ja, maar jij verkleed je altijd na het eerste uur. Ja, ik verkleed me altijd na het eerste uur. Ja, we hebben inmiddels zoveel chocola gegeven, dan past het allemaal niet meer. Past het niet meer. Mijn broek begint te knellen, dan doe ik ook meteen maar een andere trui aan. Dan doen we iets anders aan. Ja, maar goed, ik ga nu weer even wat brieven tikken voor de kijkersvragen. Oké, dan ga ik... Wat doe ik eigenlijk? Ja, dat weet niemand, Pieter! Serieus niet. Ik ga wat dozen versjouwen, van links naar rechts. Okay. Die staan daar. Arjen, ja? Ik heb vandaag nog niks gevlogd. En niemand doet ook iets grappigs. Wat moet ik nou doen? Ik heb een cadeautje. Een cadeautje? Die heeft met je vlog te maken, maar dit is er nog niet. Maar dat komt later vandaag. Je hebt een cadeautje dat te maken heeft met mijn vlog? Nou, nu kun je de spanning opbouwen. Nu heb je weer wat leuks. Ja, vooral intern. En dan moet ik het beeld uitlopen. Dat helpt niet als je zo draait. Sorry. Doe nog eens. Nu ben ik weer in beeld, samen met Shirley en Soumaya. Hallo, hallo. Hi. Hallo. Ik word heel mooi gemaakt. Ja, wat leuk. Vind je dat leuk als je mooi gemaakt wordt? Ik vind dat zelf altijd heel leuk. Ja, het is wel nodig. Nee, dat vroeg ik niet. Wat een onzin. Nee, ik vind het ook leuk. Het is wel een rustmomentje ook. Toch? Ik mag gewoon zitten. Je hoeft niks te doen. Nee, dus het is wel prettig. Ja, toch? Ja. En nodig. Nee. Nee, het is niet nodig. Fijn, hè, Shirley? Nou, smaal niet in your face. Ja, maar dit soort dingen doe je nooit bij Arjen. Misschien kun je Arjen ook een keer opmaken. Ja, ik denk dat hij dat heel leuk vindt. Nou, gaan we het zo voorstellen. Bart. Ik heb even een ontzettend momentje met mezelf. Ik voel me zo betrapt. Ja, maar je zit midden in de openbare ruimte. Ja, je hebt toch een eigen kantoortje waar nooit iemand komt? Ik was ook op Soumaya aan het wachten, die wordt gegrimeerd. Ja, en mooi ook. Ik zag het net. Ja, het is mooi, hè? Het is heel mooi. Ja. Veel plezier nog even. Thanks. Geniet ervan. Dank u wel. Arjen, wil je niet eens een keer misschien ander soort make-up? Met misschien wat leuke oogschaduw en zo. Of eyeliner? Oké. Echt? Oké, leuk. Kan je dit even zingen, want ik weet niet wat hier staat. Maar deze frequenties zijn veel te hoog, want het midden van een piano zit rond de 200 hertz. Oh. Dus als het begint de onderste 2000 hertz is... Oh. Ja. Dat is toch... Dat kan ik... Hoe moet ik 10 keer... Dat kan niet. Maar nee. Dat kan Christina Aguilera niet eens. Doe eens een poging. Ja, ja, ja. Ja, nu komen we ergens. Wacht.
raar dat iemand dat faxt. Ik weet niet wat het wil zeggen, maar dat is wat er staat. Geweldig. Succes. What are we doing? Ik sta hier samen met Weird Al Yankovic. Hallo. Dit is leuk. Do you want to say something to the vlog people? Vlog people? Hi, vlog people. I've heard so much about you. I wish I could see you in person. Maybe we should do lunch. Maybe next week we'll do lunch. Let's hang out. Zullen we naar beneden gaan? Ja. Tot straks, mensen. Zo. Van iemand uit het publiek. Die duwde dit in mijn handen. Het is ook Milka Oreo notabene. Dus het is echt lekker. Een vlogliefje. Ja, het is niet echt de sponsor meer, maar wel lekker. Bedankt. Super lief. Thanks. Dankjewel. Oscar, er is weer een fax. Wat spannend. Hallo persoon die deze fax als eerste leest. Ziet. Hopelijk is de fax goed aangekomen. Ik ben namelijk heel benieuwd wie er bij de avondshow verantwoordelijk is voor het opzoeken en uitzoeken van allerlei archiefbeelden. Want ik vraag me echt af hoe jullie toch op sommige fragmenten komen. Neem bijvoorbeeld dat FVD Wonderglas fragment van laatst. Waar komen die ideeën vandaan? Hopelijk is het duidelijk genoeg en kunnen jullie de vraag beantwoorden in de backstage vlog. Lieve groetjes, vlogliefje Xavier. Dat is grappig. Want wij zitten op dit moment in de backstage vlog. Dit is de backstage vlog. Nou, eigenlijk is iedereen op zoek naar die fragmentjes. En iedereen vindt die. En dan pitcht iemand dat fragmentje. En dan is weer iemand anders zo van, oh, we kunnen dat misschien gebruiken voor een reclame. En dan is weer iemand anders van, oh, dan ga ik het wel inspreken. En dan is weer iemand anders... Oh, wacht even, Oscar. Ja, hè? Dit is veel te abstract. Kan het volgens mij, laten we gewoon een voorbeeld doen. Ja. Het FVD-fragment. Ja. Met reconstructie. Dat het gewoon kraakhelder is voor de mensen thuis. Hoe gaat dat nou bijvoorbeeld? Ja. Kun jij je vingers knippen? Dan gaan we de reconstructie in. Kijk dat? Nou, je zit dan bijvoorbeeld gewoon je werk te doen, weet je, zoals elke dag. En dan valt je ineens iets op. Je ziet bijvoorbeeld ineens dat Forum voor Democratie allemaal filmpjes maakt op YouTube. En dan scroll je door en dan zie je dat ze heel veel filmpjes maken op YouTube. Nou, dan klik je er eentje aan. Ga je er een beetje doorheen scrollen. Kijken of er iets grappigs tussen zit. En ineens zie je het. En dan moet je heel hard lachen. En dan komen er ineens allemaal andere mensen. Huh, wat is er? Waarom moet je lachen? Ja, nee, niks, FVD. En dan wil iedereen komen kijken. En dan moet iedereen heel hard lachen. We hebben het frame voor frame terug zitten kijken, maar we weten nog steeds niet wat er is gebeurd. Nou, zo gaat dat ongeveer. Dat wonderglas, als je weet hoe dat ding bewoog, laat het alsjeblieft weten. Want wij hebben het frame voor frame zitten terugkijken en we weten het nog steeds niet. Help. Wat doe je hier? Wil je wat vragen aan Arjen? Dan kan ik wel even gaan kijken of hij er is. Ja, ik wil wel graag wat vragen aan Arjen. Hij is er niet. Oh. Kun je al van een half uurtje terugkomen? Oké. Assistent van Arjen, met Arjen. Ja. Ik ga even vragen of hij terugbelt. Oké. Hi. Dat is voor Arjen. Wat doe je? Camera aan het stabiliseren. Zag op daar. Intens. Cool toch? Ja. Kijk, want dan kan dus Arjen zo meteen nog een deurtje komen. Dan kan iemand er zo... Wow! Hij doet het nog niet helemaal. Nee, dat is ook nog niet klaar eigenlijk. Misschien nog wat vloggoud? Wat? Vloggoud? Nou oké, ik zet iets te hoog in. Wacht, ik doe het ook nog. Hoi. 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 Hebben jullie misschien nog wat vloghout? Hout. Vloghout.
Hoi. Hoi. Hebben jullie nog vlogzaagsel? Ik denk dat je het al hebt. Ja. Wat een uitzending gisteren. Wauw, al die dingen en grapjes en Arjen. Het was echt te gek. De graphics zag er heel goed uit. Thanks. En vanavond, jongen, echt weer zo leuk. We hebben Arjen, we hebben grapjes, we hebben plaatjes en er is ook geluid. Wow. Bedankt, man. Yo. Doei. Een sjaaltje om. Het heeft een nieuwe sponsor voor zichzelf geregeld. Een sponsor? Muis. Nadenken hoor. Postcode loterij. Dit wordt mogelijk gemaakt door de postcode kanjer. Dat ik deze muziek niet kan gebruiken. Zit hier recht op? Ik vrees me wel. Het is de concertversie. Ja, nou die mensen hebben toch ook recht op inkomsten, of niet? Ik heb een kaartje gekocht, 2 keer. Nou, jij schaamt je ook echt nergens voor, hè? Ik heb 1 keer een kaartje gekocht. We waren samen gegaan. Dus we hebben 3 kaartjes in totaal. Zijn daar beelden van? Hebben we een foto? We hebben een foto, wacht. Kan ik hem dan zo hier? Ja. Zit hij nu voor mijn gezicht? Ja. Haal het weg! Kantoortjes verbouwd. Ja zeg. We kunnen een vergadering hebben terwijl ik hier dan zit en daar dan mensen zitten. Ik ben zo volwassen en hier is dat gebeurd. Ja, dat weet ik ook niet. Zeg jij tegen hem? Nou, het probleem is dat ik niet weet of dit nou mijn koffie was. Heb jij nog beelden gemaakt zodat je kunt zien? Nee, sorry. Ik was echt in gesprek net met je, dus ik had de camera even weggelegd. Koffie. Het zwarte vloghout. Het zwarte vloghout, oké. Okay. Koffie. Het zwarte vloghout. Wat gaat er door je heen? Ja, echt verdriet. Afgunst. Woede ook wel. En nog een keer verdriet. Heb je al iets? Nee. Nou, ik ben hard aan het nadenken. Want jij gaat vloghout voor mij genereren. Ik ga vloghout voor jou, ja. Maar ik weet nog niet precies hoe. Ik zit ook nog even na te denken over hoe inhoudelijk het moet zijn. Ik ga hier heel goed over nadenken. Oké. En ik kom morgen. Niet te lang, want ik heb het morgen nodig. Nee. Ik kom morgen bij je terug met iets. Oké, leuk. Ja, goed. Dan ga ik mijn showtje presenteren. Doei, tot zo. Oscar, waarom sta je te springen? De pre-show gaan we vandaag aanpassen. Jij mag nu aankondigen dat dit het eerste shot is op de nieuwe camera. Dit is het eerste shot op de nieuwe camera. Woehoe! Die kwam vroeger dan gedacht. Want hij zou pas vanavond komen, maar hij is er nu al.
Wat fijn. Dus de hele donderdag is stabiel. Hij ziet er ook nieuwer uit. Wow, dat is een soort gimbal. Ik ben gewoon vet profi. Echt wel. Bedankt voor het helpen installeren. En je kan dus ook zo doen. En dan zo. Had je dat bij je vorige nog niet zo? Nee, selfie. Kijk maar aan. Kijk, ik kan mezelf filmen, Oscar. Wat gaaf, omdat je zo'n dingetje hebt. Ik heb zo'n dingetje. Wat goed. En nu is het echt een vlog. Oh, wat een verantwoordelijkheid wel. Ja. Nou, dan ga ik even wat vloggoud zoeken. Oké. Okay. Ga jij lekker wandelen? Oh, dat geel. Oh, dit. Nou, doei. Veel plezier. Jippie. Arjen. Ik hoorde iets over de pre-show. Iedereen komt hier op binnen. Ja. En dit blijft zo staan tot de tweede voice-over. Ja. Daar zit eerst ook nog de disclaimer in. Oh my god. Nice. Dat was even onderweg. Hey, je neus. Wat vet. En dan start hij daar. Gaat hij over op de... En dan start hij daar gewoon helemaal op, zulk in het licht. Ja, precies. Maar dan blijft dat eindplaatje zo staan. Ja, dan gaat hij in het standaard loopje wat je altijd. Nou, vet. Nou, dit is dus de pre-show. Of moeten we dit niet verklappen? Kom kijken. Ja, precies. Misschien moeten we dit niet verklappen, want de vlogkijkers gaan natuurlijk nog een keer komen. Dan zijn ze niet meer verrast. Nou, we laten niet zien wat het is. Dan moet je komen kijken. Binnenkort zijn er weer kaarten verkrijgbaar voor de tweede helft van het seizoen. Wanneer komen die weer beschikbaar? En alles is al uitverkocht. Oké. Okay. Je kan op de wachtlijst. Dat wel. Tickets.hftv.nl. Je kunt op de wachtlijst. En we hebben ook een stand-by-lijst. Dan kan je erbij komen staan. Hoe werkt de stand-by-lijst? Je komt hier beneden staan. Tussen 5 en 5:30. En dan kan je misschien naar binnen. En hoe groot is die kans dan dat je naar binnen komt? Ja, geen tickets, geen garanties. Jo, je hebt net gehad. Doe eens normaal. Je hebt net gehad. Hey. Hey Sjoerd. Zou jij het logo van Tijd voor Max willen updaten? Want ze hebben blijkbaar een nieuw logo. Tuurlijk. Dankjewel. Graag gedaan Sjoerd. Welk een spontane dialoog. Leuke nieuwe camera hoor. Wat heb je daar? Ik heb Jonathan. Die is veel te groot. Oh nee. En, ik weet niet waar hij heen moet eigenlijk. Het stomme is... Ja, hij staat niet plat op zijn voeten. Nou ja, precies. Dus die heb ik al iets verkocht. Dus alles is iets te groot nu. Nee. Nee, dan zou alles iets te klein zijn. Nee, dat is niet zo. Hallo, het is ijskast, niet koelkast, ijskast. Wat een lul. Wat cool is. Kijk dan. Janine, kom eens. Nee, Arjen, dat is heel creepy. Ja, dat is heel eng. Jezus. Daar kijk je ook aan. Oh my god. I know. Oh, als je dit 's nachts hier neerzet, gaan we er zoveel plezier hiervan hebben. Hey, Arjen, app even naar de grote chat dat iedereen even uit zijn kantoortje moet komen. Want Jonathan iets tegen zijn handen heeft. Even kijken. Hij komt even naar de kant. Hoi. Hi. Wil je een foto? Ja, leuk. Kijk, wacht. Dan gaan we kijken. Ik weet het niet. Als wij... Oh ja, ik zou dit doen. Anders mijn trui kleed niet hebben. Ah, dit special niet. Wat leuk dat je er bent. Ik vind het ook heel leuk om hier weer te zijn. Ik heb net een halve bloemkool gegeten. Ik ook. Ik had de andere apart, hè? Ja. Ja, wel, ik vond het lekker, maar het is wel... Ja, je ziet wel heel erg wat je eet. Ja, dat is goed. Dus ze hebben hem heel erg intact gelaten. Ja, en hoe is het met jou? Want dat willen de mensen met van mij? De volgen ook weten. Oh god, ja, heel goed. Ja. Moe, maar goed. Moe, maar goed. Ja. En ik heb nog steeds jouw tandenborstel vast. Joe.
Wat doen jullie allemaal? Dat is leuk. Heel vet. Je moet echt komen kijken. Arjen Luma. Hey. Oh. Ik was in slaap gevallen. Oh, nee, wat onvoortuinlijk. Oh, is het nog woensdag of is het inmiddels donderdag? Nee, het is donderdag inmiddels. Donderdag, dat is de laatste dag van de week. Ja. Oh, wat moeten we nou doen? Nou ja, de vlog afsluiten, denk ik. Oké, okay, nou, ik vond het hartstikke leuke vlog weer. Het was echt leuk. Wat een week. En ja, dat is misschien wel leuk om te vermelden. Wat? Nou ja... Precies over een week, aankomende week, donderdag, ja. Is het ja. De 100ste niet. Avondshow. Echt? Zeker. De 100ste avondshow. Dat cadeautje waar jij het over had. Ik ga eerst even vragen, heb jij de soft skin stand aanstaan op de camera? Ja. Oké, okay, gelukkig. Het is vrijdag namelijk, dus ik ben een beetje durf. Ja, het is inmiddels vrijdag en dat cadeautje waar jij het over had, wat is daarmee gebeurd? Nou, dat had ik besteld. Dat was iets voor de vlog. Ja. Het had ook te maken met de stabilisatie en een nieuwe camera en zo. Ja. Maar die kwam en toen miste er een onderdeel. Dus toen heb ik gemaild met degene die dat verkocht. Er miste een onderdeel. En toen zeiden ze, helaas kunnen we niet aparte onderdelen opsturen, want we zijn een of ander kutbedrijf. Dus toen moest ik het hele pakketje weer terugsturen. En toen had jij inmiddels ondertussen een nieuwe camera gekocht. En die oude camera had JP gerepareerd. Dus toen was het hele stabilisatieprobleem eigenlijk al opgelost. Dus... cadeautje komt niet meer, is teruggestuurd en ik verzin wel weer een nieuw cadeautje voor je. Hielke! Martine! Wat zie je er verhit uit? Ja, ik heb net gepingpongd en dat ging best wel goed, maar dat betekent dan dat je er heel lang in blijft. En ja, dan, exercise. En dan een half uur aan het rennen bent. Hey, luister eens. Ja. Het is nu vrijdag. Ja. Waar is mijn vloghout? Ja. Ik ben daar nog over aan het nadenken. Ik ben een heel plan aan het verzinnen. Leuk, ja. Ik kom... want ik zag jou ook al veel in de weer, dus ik dacht, die vlog van deze week ook al wel goed. Ja. En de vlog van volgende week, dan wordt, nou ja, dan komt de show. De show? Ja, ik ga wat voorbereiden. Oké, okay, leuk. Ja. Nou, tot komt volgende goed. Week dan. Leuk! Oké, okay, en je bent morgen jarig. Ja, zeker ja. Althans, dat is dan als mensen dit zien, gisteren. Je was gisteren jarig. Gisteren was ik jarig. Was het leuk? Het was heel erg leuk, zeker. Ja, Zwolle is weer iets onveiliger geworden. Oh, wat goed nieuws. Ja, zeker. Denk ik. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Ik zie jou maandag. Yes, tot maandag. Ja. Oh! Hey! Ja, totaal euforie. Lekker. Wat gaat er door hem heen? Beneden. Ja, dat kan gebeuren. Mijn bedje schoot uit mijn handen.